Hallo mensen, hartelijk welkom. Mijn naam is Vincent en... Yo! Sorry, ik sloeg je. Wat? En we hebben nog mensen hier. Ja, sorry. En wie is dit? Dank je. Niet mij slaan! Ik ben Brian, niet aan. Nee, ik sla niet. En Dragon, Irma, hallo. Ja, hallo. En we hebben nog iemand. Waar is die? De beer die varkens sloopt. Ja, sorry. Oh. Je hebt kakwangetjes. Je hebt echt lieve kakwangetjes. Kakwangetjes, ja. Ja. En we zijn hier in een iets nieuws. Ik heb het eigenlijk, je weet hoe noob ik ben in Survivalen. De mensen die weten van Biotown. En ik ben een noob in Survivalen. Maar dit is dan Feed the Beast. En ik ga ook bij het hout hakken. Ik weet van al de standaard dingetjes. Ga gewoon bomen slaan. Als het goed is weet Gardo hier al wat vanaf. Je moet in ieder geval niet alle bomen van deze kapot maken, AUP. Want er zit rubber in. Oh. Zit er rubber in de bomen? Ja, dan kunnen we later... Gewoon van die kabels maken waar rubber omheen kan. Ik heb het inderdaad in mijn inventory staan. Is dat rubber? Ja, rubber inderdaad. Ja, dat is rubber. Damn, ik zag veel objecten. Ja, dames en heren, Feed the Beast is een net als Tacket een mod. En ik kan... Nee, ik kan niet alles spannen, zie ik nu. Je kan wel zien hoe je dingen moet maken. Dat vind ik zo handig trouwens, hè? Dat je gewoon kan zien hoe je het moet maken. Damn jongens, er zijn 15 pagina's met blokjes. Kijk eens hoeveel. Ja, echt bizar voor woorden dit. Dat heb ik nog nooit gezien. Wauw. Ik ga trouwens even in die village kijken. Ja, ik ga met je mee. Ja, kom. Want we zijn gespant. Oh, we zijn gespant bij een village. Ik neem de rubber mee. Misschien voor 's avonds hebben we een rubbertje nodig. Heerlijk. Huisjes. Ik ga een huisje binnen. Is het mooi ingericht? Oh, boekjes. Kunnen we dat niet slopen, die boekjes? Dat kan. Ik heb trouwens wel een wapen nodig. Ik ga nou eens een wapen maken. Misschien staat er wel een crafting table hier binnenin. Kijk dan. Kom eens. Kijk deze deur. Oh, nice. In de grond. Oh, slim nice. Gedaan. Ze zijn wel slim, die mensen van die villagers. Ja. Het is van deze. Het is van Willem. Hallo, Willem. Ik heb een boek. Oh, er zijn kaarten hier binnen. Kaarten? Goddo, wat zijn die pagina's of zo? Wat zijn dat? Wauw, kijk die boekenplank, joh. Wow, een crafting table. Hoe werkt dit dan weer? Ik doe wel gewoon met één. Huh? Ja. Oh, dat ken ik ook. Oh. Wauw, ik maak wel een crafting table. Dit is een crafting boekenkast. Ik pak die painting mee. Misschien wel een geheime schatkaart naar de drie cirkels van Elisabeth. Hoi. Ah, en ik ga deze lekker stelen. Ben ik weer? Ik heb hem ervan afgehaald. Maar dit is serieus voor je een boekenkast. Elisabeth nou. Elisabeth is de heks van deze village. Ja. Oh, ik dacht dat ze... Kijk, en ze staat hier. Caroline heette. Oh god. Oh jee. Lopen we. Ja, daar loopt ze. Wat is dit dan weer voor hout, joh? Nou, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga wel wat graan pikken. Ik ben een goede bok, hè? Ik pikt een graantje mee. Oh, we hebben ook wortels. Pak het mee. Ik ga de brood maken. Ik ga vast de wortels. Oh, ik heb één wortel. Yes, lekker. Oh, je hebt alle wortels gepakt. Ik ga ze alvast planten. Ik stel voor dat we hier gewoon gaan wonen. Oké. We hebben al een huis, dat is nice. Inderdaad, ik plant ook wortels. En ik heb seeds en wiet. Zullen we dat wiet gaan roken of niet? Lekker. Oh mijn god. Rol jij? Jullie zijn wel echt raar, hè? Ja, sorry. Ben jij ook niet stiekem een beetje raar van binnen? Nee, ik ben heel normaal. Ik snap ook eigenlijk niet waarom ik met jullie omga. Nee? Ja, maar gewoon, ik heb er ook niet om gevraagd, hoor. Dat zeg je nu. Ja, dat zeg je nou, maar gisteren zei je nog wat anders. Ja, ik hou van je. Ik weet het. Oh, ja, ik heb weer nieuwe worteltjes geplaatst, maar ik hou er wel een paar zelf. Ja, dan kan je nog wat eten. Nou ja, zeg. Ja, nee, je hebt niet onze wortels zitten stelen, hè? Maar voor jou? Ik hoef die wortels voor jou niet. Ja, maar plaats ze toch weer? Nee, hoef ik niet meer. Want daar heb jij nou al aan gezeten. Dat vind ik vies. Ja, maar ik heb mijn handen schoongemaakt. Zit water hier. Ja, ik geloof helemaal niks van. Het is ook wel fijn dat je op de map zit waar iedereen zit. Ik bedoel, Brian zit dan 10 meter van me vandaan. En trekt 51... Jawel! 12,6! Ja, 13,1. 20. Ga maar lekker ver wat bij me vandaan. Hier. Het wordt wel donker, hè? Ik hou van je, dus ik blijf lekker dichtbij. Oké. Hebben we een bed hier? Of moet ik op de sofa gaan liggen? Als we schapen hebben, dan hebben we een bed. Maar... Damn. Oh, de Teamspeak geluiden staan bij mij nog aan. Die zet ik even heel snel... Heel snel uit. Ik zie wel een toortje hier. Ik ga die meejatten, want...
Ik ben een beetje bang in het donker, weet je dat? Zijn meestal volgens mij candles. Aardappellush. Ze hebben ook aardappellush. Zijn het echt de Nederlanders of niet? Wat denk jij? Denk het niet. Nederlanders in Minecraft, geloof je dat nou zelf? 100%?